Jos Lansing in 1994. Fenomenale hengst. Ook fenomenaal in de fokkerij. En datzelfde geldt natuurlijk voor For Pleasure. Die ook echt wel zijn brood heeft verdiend in de internationale sport. En vervolgens ook een fenomenale vererver bleek te zijn. Nou, dat samengaan van sport en fokkerij, dat leren we eigenlijk elke dag wel in de springsport. En dat blijkt ook uit de sprongen die deze Atlanta maakt onder Meredith Michaels Beerbaum. Snelle Amerikaanse Amazone die al vele jaren de Duitse nationaliteit voert en in het Duitse team zit. Onder andere in het Duitse team afgelopen weekend dat de landenwedstrijd in Valsterboer won, toen met een ander paard. En deze snelle Amazone is echt niet van plan om vandaag snel te zijn in deze rubriek. Atlanta krijgt volop de tijd, de gelegenheid, kennis te maken met dit bijzondere terrein. Met de bodem, met de atmosfeer. En wij mogen ervan genieten van het talent van Amazone en paard. Nou, tijdfouten gaan er zo te zien niet ontstaan. Maar wel een nul op het scorebord. Want ook de laatste hindernis wordt met gemak genomen. Inderdaad, foutloos. Net binnen de tijd. Voor Meredith Michaels, Beerbaum en Atlanta. De Belgische hengst Golden Hawk van Figo d'Arsoy. Met kinderen uit Ierland van Shane Breen, Ireland. Ierland dan aan start. In de persoon van deze.